Yo, what up, what up, what up, what up, what's up? Welkom bij weer een nieuwe video en ik ben weer thuis. Ik ben weer in Nijkerk. Ik ga even mijn stoel omhoog doen, want ik zit veel te laag. Oké, beter, 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 beter. Ik ben weer in Nijkerk vandaag. Het is nu best wel vroeg, het is 10:30. Vind ik best wel vroeg. En ik ben weer lekker aan het chillen bij mijn ouders, bij mijn parents. Ik zit weer lekker aan mijn bureautje. Zoals jullie in de titel hebben kunnen lezen, gaat deze video over voordelen, nadelen, over het op jezelf wonen. De reden dat ik deze video maak is omdat ik nu drie weken op mezelf woon. Ik ga jullie een beetje vertellen wat er tegen zit en wat niet en wat heel chill is en wat minder chill is. Waarom je wel op jezelf moet wonen, waarom je niet op jezelf moet wonen. Let's go! We beginnen natuurlijk even met de nadelen, want je moet altijd eindigen met het positief. Ja, dat is, heeft meneer van de psychosomatische onderdelen van de quadriceps. Als je dat gewoon keer 3 doet, dan heb je gewoon, dan krijg je dat. Die formule die heb ik geleerd. Nummer 1. Je moet zelf koken. Het lijkt heel makkelijk, omdat een van je ouders het altijd doet. Maar als je het zelf moet doen, is het ineens gewoon 8:15. En je denkt, volgens mij heb ik nog niet gegeten vandaag. En dan moet je nog gaan bedenken, oké, wat wil ik gaan eten? Wat heb ik allemaal nodig? Nou, ondertussen is het dan weer 10:30. En dan kan je eindelijk avond gaan eten, maar dan wil je ook weer slapen. En dan ben je 11:00 klaar met eten, dan wil je gaan slapen. En dan moet je de volgende ochtend weer gewoon vroeg op. En dan keer de volgende ochtend van, oké, vandaag ga ik een keer snel even eten maken. Maar dan is het weer 8:30 en dan is het 8:30. En dan is het 10:00 voordat je eindelijk weer een keer eet. En dan ja, gaat de hele week zo door. Je zit eigenlijk gewoon in een cirkel waar je nooit meer uitkomt. En je eet dus eigenlijk gewoon bijna niet. Meteen een kleine tip. Bing! Als je op jezelf woont, is het heel handig om te food preppen. 1 dag van de week al het avondeten maken voor de rest van de week. Gooi je in de vriezer of in de koelkast. Ben je 1 avond of 1 middag ben je bezig met koken. Voor de rest heb je eten voor de hele week. Nummer 2 is dat je best wel eenzaam bent. Nee, oké, niet eenzaam. Nou, dat ligt er trouwens aan waar je gaat wonen. Want ik woon in een studio. Ik heb zeg maar alles voor mezelf. Dus moet je wel een beetje rekening mee houden dat je ook vaak gewoon alleen bent. Alleen op je kamer zit. Tenzij je in een studentenhuis woont. Of bijvoorbeeld in een appartement gedeeld met andere mensen of iets. Je hebt huisgenoten. Is het minder eenzaam. Maar alsnog, je hebt zeg maar niet gewoon je familie daar. Dus je moet zeg maar wel rekening houden dat het heel anders gaat worden. Omdat je gewoon heel anders bent met die mensen. Het gaat heel erg om mijn handen vandaag. En ik weet niet echt waarom, maar ik vind het wel flex. Nummer 3. Op jezelf wonen is duur, man. Holy. Oeh, je hebt money nodig toch, jawel. Veel money. Nee, je geld gaat zo eruit. Ik ga daar naartoe voor een afwasborstel van 80 cent. En je gaat weg gewoon met 55 euro aan eten. Omdat je denkt dat je het nodig hebt. En dan uiteindelijk blijft het gewoon in de kast liggen. Want je eet het niet op en weg geld. Tip hiervoor is, kom weer samen met het food prepper. Ik doe altijd zondag, ga ik even zitten. Schrijf ik op wat ik ga eten, op welke dag. Kom ik maandag in Amsterdam, op mijn kamer. Kijk ik wat ik nog in huis heb. Streep ik dus af wat ik nog in huis heb. Naar de supermarkt. Koop ik eten voor de hele week. Daarna kom ik thuis, ga ik het maken. En dan heb je eten voor de hele week. En je hebt ook nog geld bespaard. Want je gaat daar naartoe met een doel. En ja, houd je aan dat doel. Je bent niet zwak. Je loopt langs een rek met chocoladereep. Maar je moet gewoon zo lopen. En natuurlijk, vergeet ook niet alle acties te checken. Dat is ook heel belangrijk. Bijvoorbeeld 3 voor de prijs van 2. Nu klinkt het op jezelf wonen heel erg negatief. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon een aantal hartstikke leuke dingen. Je kan helemaal doen wat je wil. Er is niemand die meer tegen je loopt te zeuren. Ruim je kamer op, maak je bed op. Geen ouders, geen regels. Ik wil eigenlijk zeggen geen rotzooi, maar waarschijnlijk wel. Nog een voordeel, je woont dicht bij school. Want toen ik nog hier woonde, moest ik elke ochtend 6:00 opstaan. Ik denk wel dat jullie kunnen bedenken hoe ik er toen uitzag. En nu, als ik wil, kan ik 8:00 opstaan. School begint 8:30, ik kan 8:00 opstaan. Ik moet 8 minuten lopen naar school. Willen jullie nou ook op jezelf wonen, maar weten jullie niet zo goed hoe je een kamer moet krijgen? Klik dan even hier ongeveer, ja hier, voor de video van Joey. Die helpt jou heel goed bij het zoeken van de kamer. Kan ook even hier klikken voor een andere video. En dan kan je even hier klikken om te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer opnieuw. 4:00 zaterdag, dit kanaal. Kijk het, abonneer, dankjewel, doei.